Yo kijkers van Delify, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we gewoon weer eens even zoeken naar een appeltje. Ik ben klaar om te beginnen. Hopelijk de tegenstanders ook. Oké. Twee mensen hebben één game gewonnen, die ander heeft er 4 gewonnen, ik al 13. Voor mij stond die ook op dit popje aan het begin, maar wie mag er beginnen? Hopelijk mag eindelijk na 3 potjes als eerst beginnen. Nice, Sydney en New York zijn de steden met een festival. De eerste keer van de potjes die ik vandaag heb gespeeld, dat ik met z'n 4 ben. Eerst was ik met z'n 2, daarna 3, nu 4. Quick game is voor de video's gewoon wat makkelijker. Anders kan het een uur duren en dat is niet heel handig. Gooi wel hoog deze keer. Ik mag als laatste, helaas. En ik kom er gelukkig net naast. In het eerste rondje kan je nog niet huis 3 kopen, wel de andere. Hij loopt gelijk naar Londen. Ja, op zich als ik... hij mag voor mij best naar Londen lopen als ik dan Cyprus, Bali, Nice en Dubai kan kopen. Zou fijn zijn. Als ik die alle 4 heb, dan ben ik klaar. Monopolietje. Resort Monopoly is gewoon gelijk klaar. Dat is het afgelopen. En ik kom op Berlijn. Moet ik nog betalen ook. Dat is stomst van alles als je moet betalen. Je verdient het niet eens terug. En hij loopt naar New York. Oké. Ik weet nog uit de vorige video dat dat 430.000 kost. Zodat dit huis... Misschien was het iets meer, maar... Ik moet betalen. En waarschijnlijk krijg ik ook de kans om het over te kopen. Nee, ik heb daar niet genoeg geld voor. Dat vind ik jammer. Ik heb gewoon het minst van iedereen. Gewoon 1 huisje heb ik. Terwijl rood er 3 heeft, blauw 4. Geel 2. Zelfs een hotel. Yes, ik ben weer aan de beurt. Ik heb niet het minste geld van iedereen. Dat heeft McMurk. Maar die is nog niet over start geweest. En ik koop gewoon alvast maar weer een hotelletje bij. Waarom niet? McMurk wacht lang met gooien. En dan wordt er automatisch gegooid. Moet betalen. Hij koopt hem niet over, denk. Nee. Ik heb gewoon bijna het meeste geld. Geel heeft 10.000 meer. En nu heb ik het meeste geld. 1,1 miljoen. Bijna 100.000 meer heb ik. Van bijna 100.000. Het is maar 95. Maar Roze is langs start gekomen, dus die heeft nu het meeste geld. Maar die moet nu veel betalen. En daarmee heeft Geel weer het meeste geld. Alle kanten op, Shanghai. Zet hem neer. Als ik nu Bali, Madrid, Granada en Hongkong erbij heb, zijn we klaar, want dan heb ik een lijnmonopolie. Als ik dus op Granada kom, 2 gooi, of 3, of 4. Alleen Hongkong moet ik overkopen, dus daar wil ik liever mee wachten. En naar Londen, upgrade natuurlijk, Kotske. Shanghai is een mooi... Oh, Lost Island.
drie rondjes wachten. Ik wacht altijd drie rondjes, ik doe altijd dubbel schooien. Geen 200.000 talen. Kijk, dat is handig met een computerspel, die weet de regels uit zijn hoofd. Dit is even heel kut. Weet de regels gewoon. Want bij de echte Monopoly, tenminste de versie die ik thuis heb, of die ik ooit eens een keer heb gelezen, ergens de spelregels, daar moet je dus, kan je kiezen of dubbel gooien of betalen. Maar als je dan na drie beurten nog niet vrij bent met dubbels gooien, dan moet je alsnog betalen. Ja, dat hoeft hier gelukkig niet. Maar bij de echte Monopoly moet je dus alsnog betalen. Je hoeft het niet, anders zou ik dat gewoon altijd doen, want de kans dat je dubbels gooit is klein. Oké. Je meent het toch niet. Kan ik hem overkopen? Kan hem niet eens overkopen. Dat is nog het stomste van alles. En hij komt er ook op. En hij kan hem ook niet overkopen. Ik dacht heel even dat kon. Omdat er Repurchase City stond. Zij hoeft gewoon 10.000 minder te betalen. Ik zou ze echt over willen kopen. Ik wil 2 of 3 gooien. En dus krijg ik toch wel wat terug. Gaat hij hem overkopen? Nee. 2 of 3? Nee. Nou ja, upgrade 50.000. Oké. Ik had liever Madrid of Bali erbij gewild. Er is nog geen resort verkocht. Apart. Dat gebeurt niet vaak. Meestal zijn resorts toch wel het eerste wat verkocht is. Als er niemand op staat. Dat is ook met een computerspel. De computer kan in principe bepalen wie waar komt. Als je denkt van nou, jij hebt wel genoeg gewonnen, dan gooi je gewoon de hele tijd 2 ofzo. Ja, draw. Welke wil ik hebben? Die is duur, die is duur. Doe me duur. New York van blauw. En die heeft gelukkig al zo weinig geld. Ja, hoe eerder ze failliet zijn, hoe beter. En daar hoort dit helaas ook bij. Nou ja, McMurk heeft nog genoeg over. En daar gaat het eerste resort niet. Want McMurk heeft niet genoeg geld. Osaka was ook van blauw. Ik had natuurlijk liever Hongkong of Granada, maar die zijn minder waard. En Berlijn is overgekocht, dat betekent dat de eerste Monopoly ondertussen een feit is geworden. En vervolgens moet ze even 270.000 betalen. Rolls heeft wel echt veel geld, Rolls Rood. 2,7 miljoen, 2,8. Gelukkig koopt hij hem niet over, want het is gewoon mijn... En ik ga hem wel kopen. Dubai, het eerste resort is verkocht. En ik heb hem. Gelukkig. En hij loopt weer naar het volgende resort, maar hij kan hem niet kopen. Ja. Helaas. Die kan ook niks kopen, want die heeft ook niet zoveel. Ik heb ook niet veel geld, maar Nice kan ik nog wel kopen. En daar gaat het tweede resort. Als ik blauw achtervolg. Nee, ik gooi 2. Holding the World Championships. Dat wordt die dan. Oké. Osaka, nee. Nu moet ik weer gaan verkopen. Ja, doen we. Er is wat vertraging.
maar ik heb ze 4 jaar verkocht. Daar is de computer het niet mee eens. Ik heb ze 4 nog in Dubai verkocht. Dat vind ik heel apart, want jullie hebben het gezien, ik heb gewoon op ze 4 jaar gedrukt. Dat vind ik een beetje raar, eigenlijk. Ja, misschien kan ik het opsturen. Ze kunnen er niks aan doen, maar... vind ik toch wel een beetje raar. Lost Island, nee, nee, nee. Ik heb maar 3 gebouwen en die leveren niet zo heel veel op. Maar, door championships, 500.000 erbij. Ja, dit gaat goed. 3. Ah, oh, 5. Als ik 3 had gegooid, had ik het nog een keer gehad. Dan had ik toch alweer wat geld gehad. Hij gooit 7, komt ermee op start. 8, helaas. 2, 4. Als die nu weer 7 gooit, rood, dan moet hij betalen aan mij. 500.000, iets meer. McMurk heeft niet genoeg voor Hamburg. En zal dus moeten gaan verkopen. Venice is verkocht. Zie ik. De kans dat ik Hongkong of Granada veel kan kopen omdat er niks staat is klein. Want Rolls heeft gewoon 2,7 miljoen. En hij gooit 6. Krijg ik ook wel geld, maar minder. Hij koopt hem over, dat meen je niet. En gelijk een hotel erop ook. Voor 700.000. Waarschijnlijk gaat dit al mijn geld kosten als ik die weer terug wil kopen. Kom maar op Madrid. Of hem failliet krijgen. Dan moet hij verkopen. Maar hij gaat niet failliet. McMurk zal de eerste zijn die dit spel gaat verlaten omdat hij bankrupt is. Gok ik. Ik heb 2 gebouwen. McMurk ook. Die van hem zijn iets meer waard. Maar ik heb nog 1,5 miljoen. En hij 350.000. Rood dan. Als die op Sydney komt zou ik heel blij zijn. Maar er komt niet World Tour. Hij mag kiezen waar hij heen gaat. En dat zal of hier zo zijn. Of hier zo. Waar mijn gebouwen zijn. Ik weet het niet. We gaan het zo zien. Hij is bijna aan de beurt. Blauw komt veilig op start. En ik krijg weer een beetje geld. 1,6 miljoen. Hij gaat naar New York. Dit is een festival. Levert dus veel op. En het kost maar 500.000. En ik ben die 500.000 nu weer kwijt. Ja, Reapers, het stinkt ook. Oeh, dit stukje komt leeg te staan. Nee, blauw gaat er weer wat kopen. McMurk gaat waarschijnlijk toch langer mee als we dachten. Misschien had hij het eind van het spel wel. We weten het niet. Ik mag rollen. Dat is nog te overzien. 1,3 miljoen op Sydney zou lastig worden. Maar daar kunnen we nog steeds op komen. Hè? We kunnen ook nog op New York komen. Daar moeten we ook verkopen. Dus. Oeh, blauw zet er gelijk even wat nieuws neer natuurlijk. Hè? Ja, waarom niet? Geel komt op haar eigen gebouw. Oké. Hij moet betalen. Geel is een beetje de plek van roze aan het overnemen. Kan ik toch wel zeggen. Leon, die kan ik denk wel overkopen.
600, dan ben ik wel alles kwijt. En dan is het ook nog zo'n klein dingetje. Oh mijn god. Geel is boos. Want ik heb rood weer geld gegeven. Geel komt op kans. De World Championships gaan naar Sydney en dat wordt 4,6 miljoen. Ja, rood. Hij heeft nog 2 miljoen nodig. 2,1 miljoen. Die moet verkopen. Misschien wel alles wat hij heeft en de tijd is bijna voorbij. Dus wordt automatisch verkocht. Hij is alles kwijt. En dat geeft mij weer kans voor Granada, Madrid, Hongkong en Beijing. Oh, dit is fijn. Rood is nu wel de armste die er is. Loop allemaal daarheen. Of daarop, goed. Maar koop niet in mijn straatje. Het goedkoopste straatje, maar met een lijnmonopolie zijn we klaar. Dan hebben we gewonnen. Rood heeft niks meer. Hopelijk gooi ik een beetje laag. Kans, oké. World Tour Square. Ik ga naar Bali. Beijing wordt niet gekocht. Ik ga naar Bali, maar die is wel het minste waard. Kan ik beter naar Beijing gaan? Ja. Ja, Beijing. Zo, oké. Staat daar vast de tweede. Ik kan beter naar Granada eigenlijk kunnen gaan. Dan hadden ze nog stapjes kunnen zetten naar voren. Maar, McMurk moet ook veel verkopen. Die heeft alleen nog Londen en Osaka over. Gaan we dan toch nog bankrupte mensen krijgen hier? Geel zal het niet zijn. Ik heb ook nog redelijk wat. Maar als ik op Sydney kom, ben ik ook klaar. De enige die er echt goed bij zit is geel. Met bijna 6 miljoen. Met iets meer dan 6 miljoen. En een Sydney. Cyprus. Maar, niet als alles om me heen staat. Die kan ik nog kopen. Dubai, gelukkig. Het is maar 25.000. Sydney wordt nu sowieso overgeslagen door mij. Want je kan geen 1 gooien. Dus het enige wat ik nog kan tegenkomen is Lyon. Die is van mezelf. Kan ik upgraden? Of Osaka wou ik zeggen, maar die is weg. Ja, McMurk is bankrupt. Net voor het einde. Helaas. Hij kwam Sydney, het was klaar. Jammer. Hij is ook gelijk geliefd. Ja, als Rolfs op Sydney komt, is die ook klaar. Die heeft ook niks. Ik heb ook niet heel veel geld meer. Maar ik moet dit straatje even hebben. Het gaat niet meer lukken. Dat weet ik nu al. Ik heb nog maar een minuut. Ja, ga je dat kopen zo direct na start? Nou, Hongkong heb ik. Dan zou ik in ieder geval nog een straat hebben. Een monopolie. Ik denk dat voor iedereen wel duidelijk is. Geel heeft gewonnen. Die heeft zoveel gebouwen. Grote gebouwen. En ook Roze is bankrupt net voor het eind. Alleen ik blijf over. Met geel, maar ja, die heeft al 8 miljoen. Dat ga ik niet overkopen. 4 gooien voor die monopolie zou fijn zijn. Maar zij pakt hier de tweede monopolie.
Als ik 4 gooi, heb ik. Ja, Lost Island. Het is klaar. Geel heeft gewonnen. Overduidelijk. Als je 7,5 miljoen hebt. 6,7 miljoen. Zoveel gebouwen. 2 mensen bankrupt hebt gemaakt. Ja, dan. Weet ik niet. Ik ga nog even naar Nice. Nog even kopen is weer iets meer waard natuurlijk. Ja, kost me 100 chips. Kijk dit, McMurk 0. MyChopPam en al wat cijfers 0. Ik 2,1 miljoen. Is op zich nog redelijk gedaan. En dan SZZ, oftewel geel. 11,6 miljoen. Dan heb je goed je best gedaan. Dan heb je een goed potje. Ik wou dat ik het had, maar ja, kan niet. Dit was het weer voor deze dag, voor deze video. En hopelijk zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Dus tot dan en later.